Als de penis in de vagina komt, noemen we dat geslachtsgemeenschap of gemeenschap. 1 op de 5 vrouwen heeft wel eens pijn bij gemeenschap. 1 op de 20 vrouwen heeft vaak pijn bij gemeenschap. U kunt pijn voelen aan de ingang van de vagina bij het naar binnen gaan van de penis. Meestal is dat een branderige pijn. De pijn kan ook meer achterin uw vagina zitten of in uw onderbuik. Niet alleen tijdens, maar ook na de seks kunt u pijn voelen. Het kan ook pijn doen als u met vingers in de vagina komt of bij het inbrengen van een tampon. De pijn tijdens de gemeenschap kan komen doordat de vagina niet vochtig genoeg is of door het aanspannen van de spieren rond de vagina, de bekkenbodemspieren. Ook een infectie, zoals een schimmelinfectie of een huidaandoening, kunnen pijn geven tijdens de gemeenschap. Heeft u een paar keer pijn gehad tijdens de gemeenschap, dan kunt u bang worden voor een volgende keer. Die angst zorgt ervoor dat u uw bekkenbodemspieren aanspant. Dit gebeurt onbewust, zonder dat u het wilt. Ook uw vagina wordt minder vochtig door het wegblijven van opwinding. De gespannen bekkenbodem en een droge vagina vergroten de kans dat de seks de volgende keer nog meer pijn geeft. Als dit steeds weer gebeurt, is het heel logisch dat u geen zin meer heeft in vrijen. Ook vrouwen in de overgang kunnen gemakkelijk pijn krijgen tijdens seks omdat hun vagina minder snel vochtig wordt. Er is daarom langer stimulatie en meer seksuele opwinding nodig. Als u te snel gemeenschap heeft, dus als uw vagina nog niet voldoende vochtig is geworden, kunt u bij gemeenschap pijn krijgen. Daarnaast wordt er minder vrouwelijk hormoon gemaakt in de overgang. Hierdoor kan de wand van uw vagina kwetsbaar en gevoelig worden. Om van de pijn af te komen, kunt u afspreken om voorlopig te vrijen zonder pijn. Vaak betekent dit vrijen zonder dat de penis of vingers in de vagina komen. Probeer samen met uw partner andere manieren van seks. Luister goed naar elkaar. Streel elkaar, masseer elkaar, zoen en lik elkaar. Alles mag, als het maar geen pijn doet en u het samen fijn vindt. Komt u er niet uit, bespreek het dan met uw huisarts. Uw huisarts kan onderzoek doen naar de pijn en samen met u eventuele oorzaken bespreken. Soms kunnen bekkenbodemoefeningen helpen om meer controle te krijgen over uw bekkenbodem. Uw huisarts kan u dan verwijzen naar een gespecialiseerde fysiotherapeut. Het kan een aantal maanden duren voordat u erachter bent wat de oorzaak is van de pijn en u weer gemeenschap kunt hebben zonder pijn. Lukt het niet, dan kan uw huisarts u verwijzen naar een seksuoloog.